Ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik kreeg vandaag een vraag van iemand die zei van ja, ik heb een aandeel heb ik gezien bij jou en ik wil eigenlijk weten in welke sector dat actief is. Waar kan ik dat vinden? Nou, dat is eigenlijk heel simpel en gratis te vinden op Yahoo Finance, of Finance Yahoo moet ik zeggen. En ik laat je dat even zien op dit scherm. Hier zie je financeyahoo.com en wat je dan doet is dat aandeel ingeven. Nou, zeg even Novartis. NVS, dat is de vermelding op de New York Stock Exchange. En dan hebben we hier Novartis. En dan zie je hier de summary. Dat is eigenlijk dit gedeelte. De chart, conversations, daar zit ik. Maar je ook het profiel. En die profiel moet je hebben. En in feite zie je hier al de sector healthcare. Nou, dan weet je in ieder geval waar die in bezig is. Nou, je kan onder statistics kan je een heleboel gegevens vinden. Hebben we onder andere de verwachte koers-winstverhouding, de pechratio, maar ook als je wat verder kijkt, even naar beneden, de positie qua schulden, 38 miljard, maar ook qua cash, toch 11 miljard cash. En eigenlijk ook de cashflow, ook altijd wel interessant, die is gigantisch positief, 13 miljard. Dus dat is enorm. Maar wat ook interessant is, is de shorts. Je ziet hier de shorts. Nou, een hele kleine short positie. Dus die is hier niet schokkend. Maar goed, het gaat er altijd om 5 miljoen aandelen. Maar daar haal je af en toe best wel leuke dingetjes uit. Van, hé, er zit toch iets meer achter. Nou, ga je verder kijken bij de financials. Hoe dat is verlopen de afgelopen jaren. Nou, je ziet, het blijft een beetje hangen rond dezelfde omzet. Zo'n 50 miljard. En ook qua kosten loopt het niet echt uiteen. Dus het is een beetje een stilstaand verhaal. Maar ja, goed. Ik zeg niet dat Novartis nu het aandeel is wat je direct moet kopen. Maar het is even als voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is. Maar zo kan je dus heel snel eigenlijk kijken van ja, waar hoort dan zo'n aandeel bij? In welke sector valt het? Maar ook is het interessant. Je kan hier toch al aardig wat gegevens halen uit dingetjes. Ook als je het nieuws wil weten. Ook dan krijg je een heleboel gegevens, krijg je boven water. Daar had ik dus even niet op moeten klikken. Maar ja, je kan dus een heleboel zoeken, een heleboel vinden. Ook het nieuws is daar wel aardig. Het is niet echt schokkend, maar ze hebben af en toe wel wat leuke dingetjes om daar eens naar te kijken. Ze hebben ook een screener. En dan kan je dus eigenlijk zoeken naar bepaalde aandelen. En het werkt niet altijd even makkelijk. Maar hier kan je dus in één keer de aandelen die het meest geshort worden, kan je vinden. Nou, dat is nu met die hele GameStop verhaal, is dat natuurlijk ontzettend interessant. Via welke aandelen zijn dat dan? Nou, en dan zie je hier dus, het zit wel op hun gegevens, laat het duidelijk zijn. Hè? De gegevens over shorten zijn niet bij iedereen gelijk. Dat is heel raar, maar ja, sommigen hebben wat sneller of wat betere informatie. Dat kan allemaal. Hier zie je GameStop bijvoorbeeld niet tussen staan, zo even snel. En ja, waarom weet ik niet, maar maar hier zie je dus al een heleboel aandelen die dus blijkbaar een hele grote short positie hebben. Hoe groot? Nou, we gaan eens kijken bij Esperion. En dan kunnen we dus kijken bij het statistics verhaal. Dat heb ik net laten zien. En de short is inderdaad gigantisch. 42% van de float, van de vrij verhandelbare aandelen, staan nu short. Dus dit is echt al een aandeel waar dus een enorme short positie in bestaat. En ja, dan ga je toch afvragen van waarom is dat? Nou ja, ik weet het niet, ik ken dit aandeel niet. Ik denk niet dat ik er ooit iets mee heb gedaan. Helaas doet de grafiek het nu niet. Nou, moet ik je eventjes schuldig blijven. Ik heb een hele snelle laptop gekocht, maar dit kan die al niet aan. Dus dat schiet niet echt op, maar goed. Dan laat ik het even bij voor wat betreft dit voorbeeld. Heb je al een abonnement op dit kanaal? Nou, hartstikke mooi. Geef dan een like. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan. Maar druk ook op dat belletje dat erbij staat. Want dan krijg je namelijk notificatie als ik de volgende video weer heb. En ja, vond je dit interessant? Heb je hier nou wat aan? Misschien is het al, maar misschien ook nog niet. Is het nieuw voor je? Geef dan eventjes een like. Vind ik ook hartstikke leuk. Heb je vragen? Zet ze hieronder bij de video. En dan kan ik ze ook gaan beantwoorden. Maar die Finance Yahoo is hartstikke interessant. Je kan er ook een eigen portefeuille in zetten. Dus dat kan je ook een beetje volgen. Het is niet een hele uitgebreide portefeuille die er niet in kan in de gratis. Dat was vroeger anders. Nu kan er wat minder. Maar
Ach ja, je kan je posities erin zetten, je kan ze makkelijk volgen. En als je dan de app op de smartphone ook nog gebruikt, dan is het eigenlijk best wel leuk om dat bij elkaar te hebben. Ik maak er eigenlijk dagelijks wel gebruik van. Dus het is toch handig om even als je onderweg bent eventjes te kijken. En als ik snel iets nodig heb om te zoeken, heb ik hier een eerste mogelijkheid. Ik heb ook VectorVest, maar dan moet ik dan weer opstarten, is op mijn computer. En dat is dan toch net even ietsje lastiger. En Financial Hoe kan ik eigenlijk overal wel even openen. Dus dat is voor mij toch ietsje makkelijker. Dan laat ik het bij. Tot de volgende keer. Houdoe.